on the wall. Ik zie de leraren aanwezig zijn. Ik ga mijzelf, we gaan onszelf even aankondigen. We hebben namelijk een verhaaltje erbij te vertellen. Beurte Karma zijn wij? Ja, we zijn Beurte Karma. Moet ik even over nadenken. Wij zijn een instrumentaal bandje. En we hebben deze periode twee passages voor jullie geschreven. Wat we in één stuk gaan presenteren. En één stuk achter elkaar. En we gaan eigenlijk een leven vertellen. En het klinkt heel saai. Maar we gaan een dag vertellen waarin dat iemand gewoon zijn normale dagelijkse sleur heeft. En maar dat diegene ook ziek wordt. En alles wat daarbij hoort. Dus denk daarbij aan een coma. Ernstig ziek worden. Jezelf niet lekker voelen tijdens je slaap. En daar vervolgens toch weer na die ziekte anders uit te komen. Dat willen wij jullie gaan vertellen. Ik denk dat het ook heel erg gepast is als ik zeg dat dit nummer ook een beetje is opgedragen aan Daphne hier naast mij. Diegene die wat weten wat er gebeurd is, die zullen dat snappen. De andere mensen, er is gewoon heel veel op haar afgekomen in deze periode. Heel veel gebeurd en ik denk dat wij, James en ik, heel blij zijn dat zij hier nu staat en met ons kan spelen. Thank you.
Thank you.
Yes.